Tak tak Niet interessant genoeg? Hij zal een jaar of 1 geweest zijn toen het consultatiebureau zei dat mijn zoon niet scoorde bij de gehoortest. Een doof kind. Wat moet er in godsnaam van zijn jochie terechtkomen? Tobias! Toen Tobias vroeger heel klein was, was hij ook bij mij in de klas. Mensen vinden dat dan heel onhandig en voor ons was het niet zo moeilijk. Je bent gewoon meer gewend om je handen te gebruiken. Dat kan ik dan alleen met hem. Dus dat is wel een soort eigen wereldje of zo. Weer een schriftje van vroeger. Jij vraagt de mama, jij kan horen, hè? Mama zegt, ja. Ik kan niet horen. Ik wil horen. Mama, dat kan niet. Maar doof is ook leuk. Ik heb het over dat het niet altijd is.